Ik heb echt al heel veel gedaan. Ik heb in een trein gereden. Ik heb in de auto gezeten. Ik heb in een vrachtwagen gezeten. Ik heb op een boerderij gewerkt. Maar ik heb nog nooit een straatveger bediend. Welkom bij een nieuwe video Banjertown. Mijn naam is Vincent. En we gaan vandaag Street Cleaning Simulator doen uit 2011. En mijn nu ziet er al heel lelijk uit. Ik ben benieuwd wat dit moet worden. Ik doe maar gewoon een nieuw game. En start, dat is het enige wat we kunnen doen. Oh my god, dit is vet. Gewoon net GTA natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. Go into the office. Oké, we moeten het gebouw binnen. Dit ziet eruit als een office. Oh, die besturing. Oh, wat vreselijk. Congratulations, start je own company. Ik heb dus blijkbaar mijn eigen bedrijf begonnen. Als majoor van Sauberhausen. I am pleased that you have taken on the job of keeping our town clean. Oké, dus ik krijg een werkopdracht dat ik de hele stad schoon moet houden. In dit gebouw staat een auto. Holy crap! Let op. Ik ga naar binnen. Ik ga niet. Kan ik erin? Oké, we gaan... Oh my god. Press E to start the engine. You can steer by moving left arrow. Ja, ik zie het. Ik kan ook terug. Oh, dit wordt echt uitleggen. Daar ben ik zo slecht in. Oh, crap. Dit wordt cool. Dit wordt cool, denk ik. Oké, we moeten daar naartoe, denk ik. Oh, die besturing. Vreselijk. Oké, mijn handen gaan niet eens draaien. Hij doet gewoon... Hoe stuurt hij? Hoe stuurt hij, man? Dat stuur gaat gewoon automatisch. Hij doet gewoon dit zo. Hij beweegt niet eens. Lekker chocomel, jongens. Ah. Ik moet zeggen. Dit is een goed, leuk werkje. Ja. Ter herinnering dat ik nou al heel lang bezig ben met één stuk. En dat ik daar gewoon heel die andere kant ook nog weer af moet gaan. Dat is best wel irritant. Dat ik denk dat ik hier een hele scherpe bocht moet maken. Dat we dat misschien niet halen. En dat we die man keihard aanrijden. Oh, er staat iemand achter me. De derde keer bus simulator. En dat was zo verschrikkelijk lastig. Ik moest zoveel knoppen indrukken. Ik was gewoon eigenlijk bijna een kwartier tot 20 minuten bezig om die bus eindelijk aan te praten te krijgen. En toen was het zover en dan kon ik nog niet aan de gang. Kon ik nog niet verder in het spel. Nou, bekijk het maar. Ik ga geen bus simulator meer spelen. Ik vind het veel leuker. Hoe groot is de file eigenlijk achter ons? Jeetje! Ja, met mijn auto zou ik er langs scheuren als ik was. Oh, sorry. Oh ja, ja. Dat moet nog een klein beetje schoner. Oké, we gaan nu naar de office. T. Zo. Het gaat allemaal goed. Hoppakee. We gaan terug naar de office. En dan gaan we kijken wat we hebben gekregen voor deze beloningdienst. Fucking Bob de Bouwer. En Dora-tassen. Oké, shit's getting real. Oh my god, wie dit spel heeft ontworpen, die krijgt van mij de Nobelprijs. Jongen. Je mag stoppen. Mooi gedaan. Geen en release de... Holy crap. Dit is cool. Oké, dat is de zooi die we net hebben opgeruimd. Damn. Zoveel? Oké, mijn game al opgeslagen en ik vind het nou wel welletjes voor vandaag. Ja, ik vind de game toch wel best wel leuk in elkaar zitten. Ik bedoel, lekker tanken, lekker water vullen, lekker lossen.
Hè? Je moet wel geduld voor hebben. En ik denk dat het een vrij eentonige game is, als ik het zo zie. Een beetje vegen en klaar. Maar toch, het is ontzettend leuk gedaan. En grafisch ziet het er niet heel slecht uit voor Spelen 2011. Tot de volgende keer gaan we weer een nieuwe leuke game of misschien saaiere game spelen. Dat zien jullie vast wel op Biotown. Tot de volgende keer. En vergeet het niet om mijn gamekanaal te checken voor meer van zulke rare autorijspelletjes. Dag, dag. Bye, yeah.